Hallo iedereen en welkom opnieuw bij Workers and Resources Sovjet-Republiek. Vandaag beginnen we aan de missie Red Onze Republiek. Nu, de stappen die we vorige aflevering genomen hebben, werpen wel hun vruchten af. Zoals dat je kunt zien, hebben we in de maand juli toch al winst gemaakt. Augustus is ongeveer even goed bezig voor de moment, maar dat cijfer moet toch nog wel een stuk verder omhoog. Dus we gaan al beginnen met een deel van onze kosten naar beneden te halen. En we gaan een construction office bouwen. Zo. En we zijn nu inderdaad weer eerst geld aan het uitgeven. Maar we moeten ergens beginnen en we moeten iets doen. Ik ga er nu ook niet al te veel al mee doen, omdat anders blijft het ongeveer wel hetzelfde. Dus wat we nu gaan doen is een excavator kopen en een bulldozer kopen. Even kijken de welke. Deze. Voilà. Nu, de reden dat we die gepakt hebben is omdat we dan onze wegen en eventueel zelfs onze treinsporen in blauwdruk kunnen klaarleggen. En het terrein wordt automatisch al vlak gemaakt. Zonder dat ons eigenlijk iets van geld kost nu. Wat ik dan nog in gedachten had, aangezien dat als we naar de food factory gaan kijken, we produceren constant tot op de limiet. En dan is het gedaan. Dus dat zit hier propvol. Dus hier moeten we ook iets opvinden. En dan ben ik momenteel geneigd om een extra vrachtwagen nog te pakken. Om rechtstreeks vanuit de food factory naar de grens te doen. Oké, een trein brengt meer op, maar tegen dat we echt op capaciteit zitten voor een wagon te kunnen vullen, gaat dat veel te lang duren. Dus we gaan er gewoon nog een kamionnetje op smijten. En die laten we van hier naar daar gaan. En dat is het. Meer gaan we hem niet laten doen. Zo. Dat bericht mag weg. Hopla. En dan, als we ons cijfer sneller omhoog willen krijgen, moeten we extra verkopen doen. Dus we gaan eerst en vooral al eens een keer proberen uit te dokteren hoe dat we onze trein het best van hier, omdat hier onze olie zit. Als ik het hier op de map ga laten zien, zie je, hier hebben we een hele rode vlek voor de olie. Hoe dat we het gemakkelijkste zonder al te veel miserie gaan rondkrijgen. En ik sta niet goed. En toch heeft het niet gezet, hè. Voilà, weg. Dan duiden we gewoon autobeeld. Doen we weg. Klikken we terug naar hier. En dan gaan we zien, hè. Zodat je kunt zien, ik ben nu terrein aan het vlak maken en het kost ons niks, hè. Dus ons eigen materieel zorgt er nu voor dat er gebeurt wat dat er moet gebeuren. En dan gaan we direct zien, ik ga hier direct voorzien voor twee sporen. Ik moet ze daarom nog niet alle twee volledig afwerken. Als ik er al één heb, is het goed.
gaan kijken hoeveel dat ons zou kosten. Oké, zo. Nu, we hebben wel redelijk veel geluk met ons spoor. Het wordt allemaal geel, oranje-geel. Dus we kunnen onze grond bewerken om het goed te krijgen. Zo, en dan... hier laten aansluiten. Voilà. Nu ben ik aan het denken, wat moet ik eigenlijk nog een brugje terugmaken? Nee, niet zo. Zo. Dus een trein moet er hier ook uit kunnen. Oké, goed, goed, goed. Goed, goed, goed. Hop. Oké, en nu zijn we dus verbonden ermee. Nu als we daar een tweede trein gaan op laten komen, dan gaan we niet anders kunnen dan dit spoor hier ook dubbel te maken. Even de tijd laten doorgaan dat die een trein van dat stuk hier weg is. Zo. En dan maken we dat al sowieso al wel lang genoeg. En dan maken we daar onze kruising. En dit moet weg. Zo. Oké. En dan terug een spoor. Verbinden. Verbinden. En hier ook. Zo. En als mij een beetje goed voorstaat, moet een trein normaal gezien op de linkerkant rijden. Maar we gaan dat nu gewoon voor het gemakkelijk te maken. Dan heb je een trein laten rechts. Zo. En. Zo. Oké. En wat dat nu tijdelijk gaat doen, is om de zoveel tijd het spoor afbuigen, zodanig dat de treinen daar op elkaar kunnen wachten. Want anders wordt dat voor de moment onbetaalbaar. Een stuk hier. Zo.
Voilà. En dan eens kijken, hè. Hoeveel gaat ons dat kosten? Ik denk meer dan genoeg. Ik weet dat er vroeger een manier was dat je kon zien hoeveel dat uw constructie kostte. Maar nu blijkbaar niet meer. Oh ja, hier denk ik. Wat dat we wel kunnen doen, want dat is toch eigenlijk een waarde dat ik zoveel mogelijk probeer te vermijden, is dat we het allemaal betalen in dollars. Dat gaan we doen. Voilà. Alles in dollars. En dan hebben we budget vrij om hier ons olieoppompsysteem te plaatsen. Oké, ons treinspoor is af. Dan komt het volgende leuke stuk. De Seine. Nou, eens kijken, hè. Seine. Als het mij goed voorstaat. Dus een trein komt vandaar. Dus dan moeten we hier, als je wilt, nee, typisch, hier, nee, hier dan, een sein zetten dat goed is, en dan moet er hier een mixed komen. Zo normaal gezien. Maar dat mag eigenlijk een gewoon blok zijn. Maar wel in de twee richtingen. Zo. En dan moet er hier ook ene komen. Omdat een trein rechts rijdt. En dan moet er hier één komen. En zo. En dan moet hier ook zo één komen. Ja, oké. En dan. Dus hier en hier. En dan plaatsen we hier nog een. Die zo een. En zo een. Netjes zien, hè. Want onze trein moet ook nog terug kunnen, natuurlijk. En dan moet dat eigenlijk een twee-richtingstuk zijn. Zo. Nee, niet zo. Dat is één richting. En dan buigen we die af naar daar. En zo. Oké, ja, ik weet, we hebben nu wel een beetje geld weggesmeten. Maar ja, dat is geen ramp. En dan moet dat ook. Ja, dat kan zijn dat deze wel opnieuw moet gebeuren. Omdat die seinen
nog wel een keer moeilijk durven doen. Oké, dat is naar daar, dat is naar daar. En dan moeten we hier wel zien dat er plaats genoeg is. Ik ga het zo laten staan. Ja, zo. En dan plaatsen we hier een dubbelsein. En hier een dubbelsein. En we hebben het hier, is het hier volledig dubbel getrokken al? Ja, oké. En dan moet onze trein hier nog kunnen kruisen. Zo. En zo. Oké. Zo. En dan. En hier. Enkel. Dan zorgen dat het ver genoeg is. Als hem dan moet stoppen, dat dat stuk hier wel vrij is. En dan moet dat volgens mij. Wacht, hè. Dat moet weg en dan moet het gemixt worden. Ja, zo. Oké, dat is het. Nu, ik pak wel redelijke grote blokken, zeker. In het begin gaat er hier echt niet veel beweging op zijn. Zo. Dat klopt ook niet helemaal. Dan moet deze een dubbel zijn. Zowel naar daar als naar daar. En dan moeten we hier nog een kruising maken. Als we op het juiste spoor terechtkomen. Zo. Goed, goed, goed. En dan is het nu deze kant. Zo. En dan moet er hier zo een komen en hier zo een komen. Ja. Zo, en dan laten we een trein daarvan terug naar het station rijdt, laten we afbuigen. Oké, goed. Hier ook een. Geen mixed. Zo. Chain. Zo.
Nu, het kan zijn dat het hopeloos fout gaat, hè. Ik durf dan niet zeggen dat dat goed gaat gaan. Hier ook nog zo in. Voilà. Zo zou het normaal goed moeten zijn. Dan gaan we dat een keer testen. Dan gaan we zien voor onze tweede trein aan te schaffen. Als dat nog gaat lukken. Oh. Eerst iets anders proberen. Ik kan eventueel nog altijd dollars gebruiken om te zien om een trein te kopen. Dat is ook nog een mogelijkheid. Ik ga eerst en vooral zien hoeveel geld ze hebben kwijt. Als we ons olie ding zetten. Zo, 2. En dan dit. Dat kost ook niet zo heel veel geld. Even zo wat dichter gaan. 2 ingangen, 2 uitgangen. Even dat afzetten. Natuurlijk, ik heb geen baan naar hier. Dat kunnen we nu wel vrij goedkoop oplossen. Oké, voilà. En dan terug naar hier, opslagplaats. En dan hopen dat hij het nog wil doen. Dat zal dus blijkbaar toch te ver weg zijn. Hè. Dan betalen we dat in dollars. Even de camera een beetje aanpassen. Dan we zien wat dat we doen. Ingang, ingang, ingang daar. Ai.
Komt goed, komt goed. Voilà, kijk nog hier. Hop. En dan... Pom, pom, pom. Gaat die baan er niet meer onder gaan. Volgens mij... We gaan het proberen, maar ik vrees ervoor. We houden rond, hè. Oh ja, we houden rond. We gaan dat niet moeilijk over doen. Voilà. Wat hebben we dan nog nodig? Dan moeten we naar waar staat hem? Staat hem hier? Opslag is niet. En dan is het een spoor overbrengen. Een beetje af. Ah, nee. Goed. Ook goed. Zo. Zo. En dan. Kruisen. Oké. Volgende. Dan gaan we terug even onze dollars gebruiken. Want dan hebben we nog dat nodig. En dan moeten we nog onze kabels overbrengen. Nou, dat gaat hier blijkbaar niet marcheren. Hier
Hier zit alles volledig vol. En dan gaan we naar hier. Oké, en dan plaatsen we even op pauze. En dan breken we dan deze af. En zetten we hier. Waar staat hem? Zo, experiment. Zo. En dan hopen dat we nog dollarkes genoeg hebben voor dat te doen. Blijkbaar wel. Maar toch moet er nog ergens iets niet goed zijn. Waar zit hem niet verbonden? Hier dus. Oké. Waarom wilt je niet? En het werkt. Oké, dat is al goed. En dan is zien voor onze tjoeken tjoeken tutut. Kunnen we blijkbaar niet veel meer doen hier. En dan. Zo. En dan gaan we zien of ons knutselwerk gaat werken. Hè. Daar gaan laden. En dan moet je helemaal naar hier komen om te lossen. De trein vertrekt al. Dat is al een goed begin. Nou, we die niet even volgen, hè. Allee, ja. Nu, wat als ze qua grafisch en qua geluidseffecten gedaan hebben, is toch wel de moeite. We gaan dat even wat rapper laten gaan. En dan hopen dat hem genoeg opbrengt. Want dat weet ik niet. Dat gaat afwachten zijn. Nu, we hebben nu wel veel kosten gedaan. En ik ben de seinen vergeten te zetten. Maar op zich, alleen voor hier maakt dat echt wel niks uit. Er is hier maar één trein dat naar hier komt. En moesten we dan
willen doen wat dat dan moet doen. Maar blijkbaar is hem toch niet aangesloten dan. Komt hem terug. En hij was juist te ver. Dus hij moet nu helemaal rond om dan terug te komen. Voilà. Dat is zo spijtig. Nu, je ziet, we hebben nu wel wat zotte kosten gedaan. Maar we zaten hier juist op 32.000 roebels en nu zitten we terug op 33.000. Dus op zich werkt het wel. Wat dat wel al een goed begin is natuurlijk. En ons lusje werkt ook, want een trein is aan het teruggaan. Wat dat ook een goede zaak is. Wat ik nu wel nog ga doen, omdat ik gemerkt heb dat ons industriedeel hier het toch wel wat moeilijk heeft om aan voldoende personeel te geraken, is er rap toch nog een gebouw bij plaatsen, dacht ik dus te zijn. Nee, even wachten. Gewoon even afwachten, denk ik. Nu, wat ik hier zo direct kan zien, onze werkkrachten dat geen opleiding hebben, zijn er niet meer. Dus op dat gebied zijn we goed bezig. Het volgende wat we wel gaan moeten doen, is universiteiten voorzien. Want anders gaan we toch nog problemen hebben. Die heeft 120 ton mee. En dat gaat ons 6.434 roebels opbrengen. Het is niet veel. Maar allee, ja, het is een begin. Dat is samen met al onze andere export. Zal misschien wel goed komen. Je ziet hier. Oké, dat is ook wel al positief dat we niet meer op die 25 ton zitten in onze bakkerij. In deze, ja, het zijn Russen, hè, drinken kunnen ze. Dus onze alcohol die zit niet op maximum. Wat dat goed is. Onze velden zullen bijna geoogst kunnen worden, denk ik. Als ik zo bekijk, bijna nog een klein beetje. We zijn ondertussen september. Dus de winter komt dichter en dichter. Dat is het volgende dat we gaan moeten in het oog houden. We gaan eens ook zien hoe dat de bevolking hier. Je kinderwagen vol. Nee. Er is nog veel plaats. School, plaats. Je hoeft geen goesting om te werken, zeker. Dat zal het zijn. En zei dat ze niet naar de kinderwagen vragen. Ja, dat is het probleem. Zo.
raakte Hella daar nu? Moet je zien, hè? Te voet, hier. Ja, oké, dat is ook al goed. Nu dat ze naar beneden moeten gaan, waarom zit hij zonder? Wat is het probleem? Crisis. No. Dat is nou natuurlijk wel een probleem, hè. Onze bussen staan daar te wachten om te tanken. En er is geen stroom. Ai, ai, ai. Misschien moeten we het zo. Allee, kom aan. Dat is ook zo stom, hè? Allee, jongens. Oeh, en nu dat hij gewoon. Allee. Ze biedt niet komen zagen dat je zonder naft zit, hè, vriendschap. Ik heb gewoon gezegd dat je naar daar moest gaan. Daarachter mocht hij van mij gaan tanken, dat trok het mij niet aan. Als je ze toch allemaal niet zegt wat ze moeten doen. Hè. En nu gaan we toch eens even wat rapper zetten. We gaan die trein hier volgen. En zien wat dat die andere doet. We gaan volgens mij in het station tegenkomen. Dus dat gaat geen probleem geven nu. Tenzij dat deze niet. Ja, ik heb dat hier gelukkig wel. Nu, hier vind ik het wel goed gedaan. Dat ze de beweging van de camera hebben ingesteld als je naar de grens komt. Want ja, je kunt u niet draaien, je kunt niet zien wat dat er hier gebeurt, maar ja, ik vind de bewegingen dat ze de camera laten doen wel goed. Voilà, nu is de trein vertrekt. En onze seinen werken momenteel goed. Oké, en nu pakt hem dat spoor, want het is vrij. Ja, wat dat gaat geven als er, als ze elkaar toch een keer tegenkomen, dat weet ik niet. Dat durf ik echt niet zeggen. Maar dat zullen we dan wel zien. Eventueel, ja, kunnen we tegen dan ons spoor toch al volledig dubbel maken. Want we zitten nu ondertussen aan 51.000 roebels. Wat dan niet slecht is. Dus we hebben nu wel geïnvesteerd in ons olieoppompsysteem.
in ons treinspoor te verlengen. Maar het werpt momenteel zijn vruchten af. We zijn ook klaar voor als de winter komt. Enkel nog ons buisje trekken. Wat dat we eventueel kunnen, betalen met de dollars dat we nog hebben. In het begin, de temperatuur is te laag. Dus dat zullen we dan eerst en vooral doen. Ik denk dat we alles bereiken van hieruit. Dan zullen we hier ook nog een nodig hebben. Misschien maar dat we die kunnen tussen foefelen. Daar, oké. Okay. Dat is altijd de vraag, hoe ver komen onze kabels? Zal ik even zien. Dan mogen die smalletjes zijn in principe. Tot daar. Oké. Okay. En dan van hier moeten we omhoog. Ah, daar werk ik mee. Dank u. Ver kunnen. Dat zou ik nu wel zottekes vinden, moest dat werken. Ah, tot hier komt hem. Als we dat stuk er hier van tussen halen en we plaatsen dat hier. Eventueel. Ja, het is lang geleden. Dus als ik hier ergens een fout maak, schiet me niet toe het. Ai.
Oké, dan gaan we vandaar vertrekken. Omhoog. Dat stuk weg. En dat stuk ook nog weg. En dan... Oké, okay, dat is al dat. En als dan dit zou willen meewerken... een hele constructie geworden. Wat moeten we in deze eigenlijk? Hier ook nog zo een pomp ding zetten. Zo. En dan. Naar daar. En dan vandaar. Ai. Ja, het is apart gebouwd, maar het werkt wel. Dus we zullen het daarop laten. Het werkt. Even een keer kijken. Hier klagen ze niet. Hier klagen ze niet. Moeten verzinnen, hè. Dus wat we gaan doen is onze roebels zijn ondertussen wat omhoog gegaan terug, dus we gaan terugbouwen met roebels nog als een groeten erbij. Zo, waarschijnlijk heb ik de verkeerde gepakt. Maar dan is het ook al zo. Ja, toch de juiste. En dan moeten ze daar gaan en daar gaan. En de meeste moeten naar de bus. Voilà. En daar wordt niet over gediscussieerd. Zo. Voilà. Dus we hebben nu dit gedaan. We gaan het daar nu bij laten voor vandaag. We gaan nu geleidelijk aan ons geld zien omhoog gaan terug.
Dus ja, zeg het, we hebben nu ook weer kosten gedaan met die nieuwe appartementsblok te zetten. Met mensen naar hier te halen. Maar we maken op zich winst door onze export. Dus dat is goed. Je kunt zien, het is hier precies een mierennest aan het worden. Dus wat ik nu wel ga doen, is ik ga gewoon een tijd even laten doorlopen, zonder dat ik het opneem. In principe kan er weinig misgaan. En dan kom ik bij jullie met de volgende, in de volgende aflevering terug, met hopelijk een beetje positievere cijfertjes. Dus tot de volgende. Salut!